ontbijten. En dan ga ik nog even proberen te slapen. Het is 6 uur of zo. Goedemorgen. We zijn weer wakker. We gaan even dit schattige luchtje opdoen. Katy Perry. En dan ga ik naar beneden. En dan ga ik even opruimen. En nog even een Nutriflesje nemen. En dan ga ik proberen boodschappen te doen. Want volgens mij waai ik gewoon echt weg. Dan gaan we boodschappen doen. En het waait verschrikkelijk hard. Dus ik ga toch zitten. Vlogjes importeren. En dan bewerken. En dan ga ik mijn nagels doen. Alles staat op tafel. Moet even gebeuren. Zo, we hebben even gestofzuigd. Ik ga zo eventjes mijn nageltjes doen. Deze Catrice. De kunst wordt om daar een draai aan te geven naar de positieve. Greyhound to Nowhere. Snap je waar ik naartoe wil? Ik zag hem gisteren op Instagram bij mijn vriendinnetje Nathalie. En toen zei ze, ja, jij hem ook. Oh joh, wist ik geen eens. Ik ga het eerst wat anders opzetten, want deze bullshit zou dus echt moeten verbieden op tv. Ik zweer het. Wat een kutgehouden, mag ik het zo even zeggen? Ik ga eens rustig voor mezelf zitten. Ik kijk altijd MTV. Nou ja, wij, ik. Duurder geworden. Dat betekent gewoon dat alles wat... Vind ik altijd wel leuk. Of TLC. Had ik van de week al verteld, geloof ik. Dus. Ik ga even stofzorgen opruimen. Dan ga ik aan mijn nagels beginnen. Wat van de week natuurlijk nieuwe lakjes. Nu heb ik nog gelijk even geswart. Zo leuk. Oké, next. Zo, nageltjes zijn gedaan. Het is een matte nagellak. Oké. Ja, even wat. Oké. Laat het drogen. Oh, en dan ga ik even lekker plat. Even achter gesloten deuren kijken. Vind ik ook wel leuk. Jullie? Zo, ik ga even de kaarsjes aan doen. En dan ga ik de keuken in. Ik moet uien snijden, tomaat snijden. Ik en Niootje eten gebakken ui met tomaat op brood. Had ik ineens trek in, een tijd geleden. Brood is een no-go voor mij natuurlijk. Maar ja, fuck it. Rasje eet knakworstjes met broodjes. En Roontje eet een gebakken eitje. Dus we houden het weer simpel vandaag. Een paar dagen gekookt achter elkaar, dan ben ik het alweer zat. Morgen ga ik bami proberen te maken. Proberen, zegt ze dan. Ja. Luister, ik kan alles maken in de keuken. Werkelijk waar. Verzin het. En ik maak het voor je. Maar bami? Plakkende teringbende altijd bij mij. Daar word ik knettergek van. Maar goed, een beetje googlen. En ik ga het gewoon weer proberen. Want ze zijn hier gek op. Dus laten we hopen dat het lukt. Hoi, ik ben nu thuis. Mijn zusje is ook lekker thuis. En ik ga nu wat vertellen. Vandaag hadden we topografie. En het was wel hartstikke hartstikke makkelijk, want ik had nog maar 1 keer geoefend en toen wist ik gelijk alles en we hadden ook gelijk de eindresultaat gekregen. En mijn eindresultaat via de topografie, via de 20 vragen en 1 keer oefenen, is mijn eindresultaat 9,5 en daar was ik wel hartstikke blij mee. Ja, ik was er ook heel erg blij mee. En ja, mama is er ook hartstikke blij mee. Die is nu eventjes eten aan het maken. Die is nu even eten aan het maken. En ik wil dit wel eventjes aan jullie laten horen wat ik had gedaan vandaag. Oké, doei. Mag ik nu over mij filmen? Oké, hi. Ik was ook leuk op school vandaag. Ik heb ook toetsen gemaakt. Cito gemaakt. Nou, we hadden nou geen Cito vandaag hoor, Nio. Ja, we hadden wel Cito. Goed zo, Nio. Nou, ik zit niet op haar school meer. Maar ik zat wel op... vorig jaar op mijn oude school. Want ik zit nu op een andere school. En we hebben geknutseld vandaag. Dat was heel, heel, heel erg leuk. Alleen het is heel, heel, heel erg koud buiten. En ik heb een nieuw boek. Het is een heel gaaf boek. En ja.
Ik heb pijn. Pijn. Mijn moeder is nou heel veel eten aan het maken, want we gaan worstjes eten. En ik ga in mijn... Ik ga in mijn boek schrijven, want ik heb al dingen geschreven. Maar dat is leuk. En ja. Nou, ik ga van mijn moeder filmen. Hoi, mam. Ja, ze is uien en snijden. Het is best wel lekker. En wij gaan... Oh, de worstjes zijn al op. Lekker. Mam, hoeveel broodjes mag ik? Hoeveel zit er in één pot? Oké, okay, dan zijn er al twee vanaf. Mag ik er twee? Oké. Okay. Nou, ik neem twee broodjes. Lekker. En dan ga ik lekker eten. Mijn zus. Zeg zo nieuw. Hoi. Hoi. Ze is nou wat aan het maken. Ja, we moeten een presentatie maken via geschiedenis over de middeleeuwen. Dus dan had ik met mij, met Elis en Lorena vriendin aan mijn klas. Wouden we dan Karel de Grote doen. Dus nu ben ik informatie over Karel de Grote. En dan was het dan de bedoeling dat je informatie zou zoeken en de website erbij zetten. En dan kan je via ons huiswerk, via de computer, kan je dat via de groep tussen ons... vier, kan je dat schrijven naar elkaar. Oké. Okay. Kijk, ze is snel aan het schrijven. En ik ga dadelijk ook even huiswerk maken. Nou, Nio, weet je, wij krijgen geen huiswerk meer, hè? Zo is dat beter. Zo is leuk. Ja, ik hou van hoeten, dus. Oké. Okay. Nou, maar ik ga dus... Doei. Hoi, ik ben klaar met eten. Ik heb net worstjes gegeten en ik ga zo nog een toetje eten. Het is een hele lekkere toetje. Mama staat nou haar eten te maken. Hoi, mam. Want die gaat nog een gekookt eitje bakken. En ik ga ook een gekookt eitje nemen. En zo zit de beschuldiging te kijken. Met allemaal dingen, maar dat is iets anders. En. Daar zit Nio nog steeds. Heel raar. Zo, Nio. Kijk, zij heeft mijn boekje gekregen. Het is een heel leuk boekje. Die ene die. Ja. Wat? Het maakt niks uit. Oplichting. Diefstal, ja. 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 Hoi. Het is wel onwerkelijk. Er zit ergens. Zit iets aan het maken, maar. Steeds een steentje achter je hand, dan is dit echt aan de gang. Is waarom is dit echt gekrast? Ja. Oké, wel mooi zo gekrast, hè. En kijk, dit is mijn oh mijn god. Ik zie op de hoofdplekje gelukkige Jessica mee. Kijk, dit is mijn verslag. Dus mijn, ja, rapport, maar daarachter staat. Ja. Er staan allemaal blaadjes waar ik in kan schrijven, dus. En zo. En ik mag 5 dingen van mijn zus uitkiezen. Yay! En, dat heb ik een beetje van mijn boek uitgehaald. Vrienden? Ja, hij had wel een aantal vrienden, maar ik weet.
ik weet geen namen van. Je weet ook niks van broers, neven, nichten. Nee, nee. Ja. Allemaal niet. Van Jens, Simons en. Ja. Ik voel me eigenlijk net een beetje een klein kind. Maar ik ga mijn toetje eten. Ik ga niet vertellen. Wacht. Drie. Doei. We gaan het koken. Uitjes. En dan gaan we dadelijk tomaatjes erheen. Kerrypoeder, paprika poeder, beetje knoflook. Lekker wat witte boterham. Heerlijk. Zo, het prutje staat lekker te pruttelen. Kunnen Niootje en ik zo eten. Rondje nu thuis. Ze zal wel in de file staan. Laat eten, dan moet de Ronen niet alweer weg. Want Nio heeft voetbaltraining vanavond. Droog toch? Ja. Het zal wel. En dan lekker douchen dadelijk. Lekker chillen. Morgen een dagje en het weekend. En we gaan eten. Boterham, gebakken ei, tomaat. Lekker. Mijn vorige boterham smaakte niet. Net dat. Dus eet ik maar een broodje ei. Het is niet anders. Van jou? Ja. Heerlijk. Mooi. Heel fijn dat je het lekker vindt. Zo, we hebben gegeten, opgeruimd. Ron en Nio zijn naar de voetbal nu. Ik ga nog even achter de computer. En daarna ga ik naar bed. Zo, het is 7:50. Ik lig in mijn bedje. Ik ben een beetje moe. Ik heb even gauw gedoucht net. En als ik gedoucht heb, dan is het bonk. Dat vreet een beetje energie. En ik heb benauwd. Dus ik zal even kuil worden. Maar ja, morgen is het vrijdag. Weekend. Eindelijk. En niet veel aan de planning staan. Niet op een oefenwedstrijdje zaterdag. Is wel leuk. Ik weet niet of ik meega. Maar even kijken hoe ik mijn gevoel. En... Nou, we zien wat we morgen weer gaan doen. Ik hoop in ieder geval lekker te slapen. Fijne avond en wat rust. Zo, het is 12:30. Ik heb 1,5 uur geslapen. Niet zo goed zien. En ik ben misselijk wakker geworden. Dus ik heb even geprobeerd te eten, maar dat ging net niet. Dus ik ga het zomaar weer terug naar bed en dan hopen we een beetje slaap. Dit is de andere kant. Ja. Nachtbraken van Rachel.